Gebrek aan financiën heeft ertoe geleid dat de geplande productieactiviteiten van Grasalco NV niet geheel zijn uitgevoerd. Dit zei de scheidende directeur Linus Dico vandaag tijdens de overdracht aan Wesley Rozenhout, die nu leiding zal geven aan het staatsmijnbouwbedrijf. Het bedrijf heeft genoeg potentie om winstgevend te zijn. Met de juiste inzet van de aandeelhouder en de directie is Dico ervan overtuigd dat zijn opvolger, Grasalco NV, tot één van de top parastatale bedrijven zal maken. COVID is één van de redenen geweest voor de stagnatie van de productie. Het feit dat het bedrijf niet heeft kunnen functioneren zoals het moest functioneren, had meer te maken met het vrij hebben van middelen. Er waren niet voldoende middelen, laat me het zo zeggen. Ik denk dat het bekend is in de gemeenschap dat vorig jaar december de middelen van het bedrijf werden stopgezet door de aandeelhouder. Het staatsmijnbouwbedrijf doet aan steenslag, goudwinning en de laatste jaren aan planvermeerdering voor de landbouw. Naast de stagnatie van de operaties door gebrek aan financiële middelen heeft ook de COVID-19-pandemie roet in het eten gegooid. De nieuwbakken directeur Rozenhout, die al bekend is met de uitdagingen van het bedrijf, heeft in zijn toespraak benadrukt dat alle neuzen in dezelfde richting moeten staan om Grasalco tot het voorbeeldbedrijf te maken. Ik wil u hierbij oproepen om oude geschillen, oude ontevredenheden achterwege te laten, vrede te sluiten met zaken die u niet goed vonden, maar dat u met nieuwe moed samen met mij gaat trekken aan deze uitdaging. Minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen, die vandaag ook een rondleiding heeft gehad in het bedrijf, is onder de indruk van de activiteiten van Grasalco NV. Hij is zich ervan bewust dat het bedrijf potentie heeft om uit te groeien tot een winstgevend bedrijf. Samen met de nieuwe directeur, de RVC en het personeel zal er alles aan gedaan worden om het staatsmijnbouwbedrijf die plek te geven. De regering heeft in elk geval het vertrouwen, het geloof in jullie, dat jullie het bedrijf ondanks de uitdagende omstandigheden naar grotere hoogte kunnen stuwen. Uitdagende omstandigheden heb ik gezegd. Ja, uitdagend. De financiële positie van het bedrijf. U weet dat de inkomsten vanwege de royalties zijn komen weg te vallen. En dat is een enorme setback voor het bedrijf. We ervaren dat dagelijks. De uitdaging thans is om na te gaan hoe we uit de productieactiviteiten van het bedrijf toch verder zouden kunnen groeien. Het is een enorme uitdaging.